Helemaal leuk je weer kijken. En vandaag heb ik een Snapchat Q&A voor jullie. En ik had er gewoon heel erg veel zin in. Dus laten we beginnen met de vragen. Greetje Jannie, als eerste wil ik zeggen dat je super leuke video's maakt. Maar mijn vraag is, wat is jouw favoriete item uit je hele kamer? Wat ik heel cool vind, zei die neonletters daarachter. Liever een kat zijn zonder snorharen of een aap zonder staart? Ik zou gaan voor de kat zonder snorharen. Nee. Een aap zonder staart, denk ik. Ja, als je een aapje bent, kan je gewoon weten. Je hebt van die apen en zo. Die apen, die terroristen gewoon alle mensen. Ik zeg, het lijkt me zo leuk om gewoon het flesje af te pakken van een mens. En dan gewoon weg te rennen. En dan denk ik van, for you, bitch. Toen ik klein was, kwam ooit een aap naar me toe. En de aap wilde op zoek naar voedsel. Ging op mijn schouder zitten. En ging volgens met zijn handen in mijn neus. Was helaas geen voedsel te vinden in mijn neus. Wat vind je leuker, YouTube-video's maken of bloggen? Ik weet niet. Ik vind het gewoon veel leuker om video's te maken. Want daar hou je toch meer voldoening uit en het voelt het persoonlijker. Ik begon ook met bloggen en toen was video's maken. Maar ik merk toch gewoon dat ik video's maken toch veel leuker vind. Dus ja, doe ik dan ook vaker een blog tegenwoordig. Yay. En wie is jouw favoriete YouTuber? En daarmee ook het grootste voorbeeld. Ik kan echt een hele rij met mensen opnoemen die mijn favoriete YouTuber zijn. Maar oké, hier komen ze kort. Ik haal mannen van Conor Fanta, Troy Sivan, Casper Lee, Joe Suck. Claudia, een hele moeilijke achternaam vind ik ook heel erg leuk de laatste tijd. Oh ja, Alexa Lewis vind ik leuk. Andrea Russet vind ik leuk. Amanda Steele vind ik leuk. En geloof me, volgende maand is het weer helemaal anders. Het is niet zo dat ze echt mijn voorbeeld zijn, want ik vind het gewoon leuk om zelf te doen wat ik heel erg leuk vind. Ja, dat doe ik eigenlijk maar gewoon. Mijn grote voorbeeld is Beyoncé, dus ik hoop eigenlijk niet dat ik zelf een dag video's maak. Maar ja. Kylie Jenner is gewoon zo begonnen, hè? Weet je dat? Die heeft maar topjes. Maar daar moet je voor betalen. Echt, ik denk echt van, oké. Ze heeft al zo fucking veel geld en gaat ze ook nog eens vragen of je voor het video wil betalen. Hallo, weet je? Bye! Zou ik echt dat iedereen een geldbom in zijn tuin heeft? Bro, hey Jamie, als je in 1 minuut of 2 minuten gratis mag shoppen, in welke winkel zou dat dan zijn? Als ik dat mocht doen, zou ik serieus naar Cartier gaan en vervolgens alles gewoon op internet kopen en dan, girl... Make your money. Oh, ben ik net Kylie Jenner. Wow. Doe dat toch maar even niet, ja? Staat er nog een grote reis of een vakantie op de planning? Ja, ik ga over 2 weken naar Kroatië voor een weekje. En ik ga in de zomervakantie met mijn vriendinnen met mijn squad. Ga ik naar Mallorca. Super veel zin in. Wat wou je worden toen je klein was? Ik wil altijd Pokémon trainster worden, maar ik snap niet waarom het niet lukt. Ik doe echt zo onwijs mijn best. Ja, kan je me uitleggen waarom het me gewoon niet lukt om Pokémon trainster te worden? Dus vroeger gaan ze ook verliezen op Ash, maar ja, het lukt me gewoon niet om hem te fixen op binnen te houden. Nou, ik heb op het moment 10 vriendjes en ja, dat valt eigenlijk super goed. Vandaag ga ik langs de ene en morgen langs de ander en daarna weer langs de ander en ik ben gewoon single. Wat betreft mijn beste vriendin, ik heb eigenlijk een beetje gewoon een paar vriendinnen. Misschien zien jullie vaker voorbij komen, we hebben eigenlijk gewoon een vriendengroep. En ik ga vooral heel erg veel om met de meiden Marense, Julissa, Nadine en eigenlijk gewoon onze squad. Onze vraag aan jou is, in welk land zou je willen wonen? Doei! Ik denk dat ik naar Engeland zou willen gaan, of Amerika. Maar ik ben echt een stadsmens, dus ik moet wel echt in een stad wonen. Ik weet het nog niet, ik ben er nog niet. Ooit een keer een video met een kijker willen opnemen? Zo ja, wat voor video zou dat dan zijn? Ja, dat lijkt me echt super leuk om te doen. Wat voor video ligt een beetje aan wat die andere persoon ook wil. Dus ja, ik weet niet wat die andere persoon ook gewoon wil. Hey, wat draag je vandaag? Wat zou je doen als je miljonair bent? Ik zou denk ik een heel erg mooi huis kopen. Ik zou, oh ja, trouwens ook nog wel een hele mooie camera gear kopen voor mooie video's. Ik zou heel veel reizen. Ik zou dus geen geld vragen voor het kijken naar een video zoals Kylie Jenner. Oh ja, en misschien zou ik ooit willen investeren in eigen kledingrijn. Dat lijkt me echt super cool. Jamie, wat is het beste kapsel wat jij ooit hebt gehad? Dat is het haar dat ik nu heb. It's so pretty. Look. Ik ben echt zo blij mee. Hey, dat was het. Ik hoop jullie de Snapchat Q&A leuk vonden. Je kan me uiteraard toevoegen op Snapchat. Jamie met dubbel i op het einde. Ja, dan kunnen we snappen. Weet je wel? Ik hoop jullie de video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. Abonneer natuurlijk, zodat je elke week op de hoogte blijft van de nieuwe video's. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei! Like this. Flawless. Like this. Like this.
Oh, die is echt dichtbij, hè? Hier heb je mijn neus. Ik draag hem echt gewoon als een peuter gewoon. Dit is mijn neus. Moet je kijken. Zit nu een plekje op mijn camera. Oh, wow. Oké. Okay. Didi.